Hey Kanjus, wij gaan vandaag beginnen met bladzijde 30 van ons schrijfschrift. Wij hebben vandaag de letter I geleerd. En die ziet er zo uit. Steek je vinger in de lucht, want wij gaan deze E en I met elkaar verbinden, zodat we de letter I krijgen. Oké, keurig. Nog een keertje. Goed luisteren. De letter I. Schuin omhoog. Een half rondje. Een bergje. Naar beneden. Een haakje. Een puntje. Keurig. Ik wil dat je 3 potloodjes pakt. Gekleurde potloodjes, want wij gaan die letter I oefenen. Als je niet meer weet hoe de letter I eruit ziet, wil ik dat je gaat spieken hier aan de bovenkant. Want de I gaan we in 1 beweging opschrijven. Eerst de letter E, dan de letter I en als laatste een punt. 3 keer overtrekken. Heb je dat gedaan, dan wil ik dat je de I gaat oefenen in het grote lege vak. Ben je er klaar voor? Heb je voldoende geoefend? Dan gaan we de schrijfopdracht maken. Ik wil dat je de I overtrekt. Let op, hij komt niet in de kelder, dus hij blijft boven dit lijntje. Ik wil dat je hem overtrekt en opschrijft. Dat doen we hier ook. Let op, het enige wat eruit steekt is het puntje. Dat geldt ook voor deze lijn. En zoals je kunt zien blijft de ei alleen maar in de woonkamer. Alleen de stip die komt in de zolder. Ik wil dat je hem opschrijft en dat doen we ook met de laatste regel. Zet hem op vandaag.